De Piratenpartij wil Nederland paars kleuren. Dat is aandacht te vragen voor transparantie. Wanneer je een WOP-verzoek doet, is het niet de bedoeling dat de overheid alles maar zwart weglakt. Daarom gaan wij ook de zebrapaden, de zwarte balken, paars kleuren. Zorg er dus voor dat de Piratenpartij voor transparantie kan strijden. En de Piratenpartij wil ook ICT'ers in de Tweede Kamer. Nou, de Piratenpartij die wil een transparantere overheid. En dat betekent dat we eigenlijk van die Rutte-doctrine af willen. En dat er geen geheimhouding meer is over onderwerpen die belangrijk zijn en die gaan over ons land. En dat betekent eigenlijk dat we op het moment dat er een WOP-verzoek ingediend wordt, dat je dan informatie krijgt. En niet van die felle papier waar dan alleen maar van die zwarte en witte balkjes op staan. Waar je eigenlijk helemaal niks wijzer wordt. Ik ben Matthijs Pontier en ik ben lijsttrekker van de Piratenpartij. We zijn al de grootste partij van Nederland, want we hebben de meeste zetels van alle partijen. We hebben honderden zetels in Europa verspreid en we zijn in Tsjechië zelfs al de grootste. En nu staan we hier in Den Haag aan de poort van de Tweede Kamer te rammelen. En dat is hard nodig, want er is veel meer transparantie nodig en veel meer democratie. Stop die Rutte-doctrine en gooi die luiken open. Wij gaan voor gerechtigheid. Wij gaan voor democratie. Wij geven een stem aan de kwetsbare burgers in de Nederlandse samenleving. Stem Piraat! 15 maart, stem Piraat. Dus stemlijst 19, stem Piratenpartij. Ik ben Piraat.